Jongen, jongen, waarom plant allemaal wel niet in het inventory, Casey? Ik denk dat het eventjes tijd is voor verandering en dat eventjes op te gaan ruimen. Goedemiddag. Gadverdamme, het regent, dat doe ik even binnen. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria 1.3.3.3. Ik ben er weer, Zelda Play 20, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering hebben wij vleugels te pakken gekregen. Hebben wij wat oors kapot gemaakt. Daardoor is de angst dus nu aanwezig tot we van die vijanden kunnen spannen. Weten we wat voor oors dat we in onze wereld hebben. En hebben we een bladmoen overleefd met ik weet niet hoeveel weerwolven die we daar hebben gekeild. Wat leuk. Misschien waren we ze wel van Wakkerdam. Ik ben echt slecht met mijn grappen vandaag. Maar goed, in ieder geval, wij hebben een hele struik in onze inventory. En daar kunnen we dus ook nog leuke dice van maken. Dus dacht ik, laten we deze aflevering eens eventjes te gaan beginnen. Om te kijken wat we daarvan kunnen krijgen. Dus daar moeten we de Clothier voor hebben. Of nee, daar moeten we niet de Clothier voor hebben. Daar moeten we Denel voor hebben. En die is nogal in de strange plant. Dus we hebben Twilight, Reflective Metal, Wim Metal, Gel Dye, nog meer Gel Dye, Mirage Dye. Silver die. Ik wil gold die. Die vind ik gaaf. Nog meer silver. Copper. Obsidian die. Die is ook heel erg gaaf. Die hadden we al. Shifting Sands. Phase die. Grim die. Burning Hades die. En dat is het allemaal. Goed. Dus hoeveel dice hebben we nou ondertussen wel niet? We hebben dus 6. Ik wil ze allemaal 4 hebben. En dan kunnen we heel even kijken wat de dice nou. Hoe dat ze er allemaal wel niet uitzien. Ik zie hier ook een soort van rode grim. Creepy. Dus we hebben heel veel dice te pakken gekregen. En daar kunnen we wel heel veel geld van maken. Maar ja, aan de andere kant heb ik tenminste van ja, waarom zouden we er geld van moeten maken? Ik bedoel, serieus. Laten we zo even kijken hoe dat eruit ziet. Dat moeten we eigenlijk een beetje doen op een witte achtergrond. Dus dan komt de bal van. Of ja, het huisje van Asm komt ons eigenlijk wel goed van pas. Dus, oh ja, de schild die heeft op dit moment geen. We staan er al. Het schild heeft op dit moment nog geen echte functie. Dus daar kunnen we goed bij kijken welke kleuren, hoe dat ze eruit zien. Oké, dus Burning Hades Die. Hoe ziet die eruit? Oeh, Flareon, dat zou jij wel heel mooi vinden deze. Oké, die ziet er wel decent uit. Dus deze die wil ik zeker bewaren. Die ziet er goed uit. De Grim Die. Dat is een beetje een rode kleur. Die wil ik ook wel bewaren. Die ziet er ook wel gaaf uit. Kunnen we ook nog wel wat leuks mee doen. De Gel Die. Dat is een beetje een Vaporeon's kleurtje. Dus, dit doen we allemaal verkopen. Poep, 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 poep. Die andere die gaat gewoon de digest in. En nou is het dus de bedoeling dat ik een van mijn wapens ga krijgen waar dat we bazen mee kunnen verslaan. En ik weet het, we zouden nog een leuk huisje gaan maken. Maar geloof me, dat huisje dat gaat nog komen. Dus doe heel eventjes het geld even quickstacken. Dan hebben we weer 8 van die dingen. Ik wil toch eventjes mijn fishing line ook eventjes reforgen. Daar hebben we nog helemaal niks op zitten. En als we aan het vissen zijn, dan is defense toch wel heel erg fijn. 3 defense, vind ik goed genoeg. Ik bedoel, ik wil er niet te veel geld aan uitgeven. Ik heb nog steeds die scarf om. Waarom? Defense. Dus, nou deze die gaan dan heel eventjes terug en dan is het tijd om naar een underground hello biome te gaan. Of naar de bovengrondse hello biome, één van die twee. Dice. Dank je. Die doen we even allemaal hieronder inleggen, jou ook. Ik was niet van plan om te schieten, maar dat deed ik toch. Zo, want we hebben nou onze vleugels, we hebben nou een soort fun armor. En ja, ondergronds, daar komen we dan ook nog die nieuwe oors tegen. Dus ja, ik denk dat het tijd is om de ondergrondse hello biome eerst aan te pakken. Voordat we naar de bovengrondse biome gaan. Omdat er is namelijk een wapen die ik dolgraag wil hebben. En als we ondergrond zitten, dan krijgen we Souls of Light. En met Souls of Light kunnen wij daar het een en ander mee doen. Dus ondertussen dat ik aan het vallen ben, vind ik het even tijd voor een slokje. Dat moment dat je zo lang valt dat je gewoon nog tijd hebt om gewoon te drinken. Ik vind het grappig. Hoop, oh, elementheid. Het is hier in de buurt. Oh! Hi. Oh, we krijgen hier Souls of Darkness. Die wil ik niet hebben. Maar waar zit die elementheid dan? Zeg dat er hier ergens elementheid. Even kijken. Corrupt Mimic! Oh boy. Laten we geen ruzie gaan maken met corruptie. Nee. Help. Trifold map. Nou, dat is ook nog een van de dingen die we nodig hebben. Oké. Creature is weg. Waar is die elementite dan? Is dat het? Nee. Oh, hoi.
Deathmeter hebben we eigenlijk niet meer nodig. Souls of Nidus ook. Ja, die hebben we genoeg. Weet je wat, we vallen gewoon naar beneden toe. Oké. We zijn veilig. Soort van. Laten we de ondergrondse corruptie bij hem zo snel mogelijk even uitgaan, jongens. Ah, die is dangerous. Ah, oké. Ik ga gewoon heel eventjes hier mijn lantaarn knuffelen. Oké, wat hebben we allemaal? We hebben de Trifold Map, we hebben de Soul of Night, we hebben een Healing Potion, Rotten Chunk. We hebben echt heel erg veel te pakken gekregen. Nou is het dus heel erg belangrijk dat we dus geen Voodoo Doll tot die naar beneden gaat vallen, want dat willen we dus totaal niet hebben. Ik ben even aan het regenereren. Ja, ga fietsen. Ja, ik denk dat ik het nou wel ga redden. Oh, dat was even eng. Oké, nou ik weet dat aan deze kant ergens de Underground Hello ook zit. Want daar hebben we dus de Souls of Night en alles van ondergrondse corruptie en al die enge zooi. Maar wat we dus eigenlijk willen hebben... is nu niks minder dan Souls of Light. Dat heb ik eigenlijk nog helemaal niet uitgelegd. Volgens mij begint het hier al. Kijk maar, hier begint het. Mooi. Deze wil ik meenemen. Die zijn altijd heel erg handig. En Mimic! Die hebben we eigenlijk nog helemaal niet gezien. Omdat, ja, tijdens Fast Forward misschien. Maar Mimic! De gewone Mimic, dat zijn van die hele leuke kistjes. Die zich, ja, voordoen als een kistje. Maar het zijn geen kistjes. En als je ze verslaat, dan krijg je er hele leuke items van. Ja, de Dual Hook, die hebben we toevallig al gezien. Maar ook nog eens een keer, ik weet niet hoeveel gold. En laat ik toch heel eventjes healen, want mijn health was toch wel een beetje aan de lage kant. Nou, alle vijanden die we hier verslaan, daar krijgen we dus Souls of Light van. Hartstikke handig. Wil jij alsjeblieft neergaan, dankjewel. Nou ja, daar hebben we de kans op Souls of Light van te krijgen. Zo. Living Fire Blocks, daar kunnen we ook nog wel leuke dingen mee doen. Jij mag ook neer. Oké. En deze dingen die willen we ook zeker eens verzamelen. Zo. Hoi. Wacht, is dat Adamant? Is dit Adamantite? Oh, fijn. Het is gewoon hierop gespand. Daar ben ik niet blij mee. Ga weg. Ah, dan hebben we weer een open gat. Dat moet ik even fixen. Heb ik bouwblokken? Nee. Goed, ik doe heel eventjes... dit zal wel genoeg zijn. Dat hoop ik tenminste wel. En ik denk dat ik deze heel eventjes toch wat dichterbij neer ga zetten bij mijn zwaard. Oude dingen doen pijn. Waar ben je? Ga dood. Geen wat anders beste. Goed. Dit hier opvullen. Ik probeer hier iets op te vullen. Het zou fijn zijn als je hem even dan maar rust laat. Oké, eventjes dit doen. Dit allemaal meenemen. Crystal shards die gaan belangrijk worden. Dus vandaar dat ik ze zoveel mogelijk mee wil nemen. En volgens mij... ja, we willen toch in deze biome hier blijven. Dus laten we gewoon hier blijven. We gaan daar heel eventjes naar boven toe. En ik moet heel eventjes iets doen. Waardoor dat ik dus... oh. Zullen we dat niet doen? Zullen we mij niet verstenen? Dankjewel voor de Souls of Light. Maar goed, ik ben zo terug. Oké, sorry eventjes voor die knip. Zo, het wordt hier wel heel erg donker op het moment. Maar goed, wij willen dus eventjes een opening zoeken hier ergens naar boven toe. Want ja, we zouden wel hier kunnen gaan farmen. Maar dat schiet niet echt op. Dus even kijken of we hier een leuke weg naar ons boven kunnen minen. Nou, we hebben hier al een... wauw, als ik dit eerder had geweten. Weten jullie nog dat ik zo opzoek? Weten jullie dat ik nog zo op zoek was naar... Granite Biome? Nou, hier ligt hij gewoon. Hi. Oké, we hebben twee Souls of Light, daar ben ik blij om. Maar goed. Het allerbelangrijkste is... is nu zoveel mogelijk Souls of Light. En volgens mij is dat gewoon Palladium. Die moeten we niet hebben. Dus we moeten veel vijanden zien te vinden. Oh, hoi. Volgens mij is dat de Rune Wizard. En er is een Mimic in de buurt. Oh,
Oké, er blijkt dus een Mimic ook nog eens in de buurt te zitten, maar waar? Mimic zit nog steeds hier ergens. Souls of Light. Van Mimic kunnen we namelijk ook nog verschillende dingen krijgen die ik zeker wil hebben, dus... no wreck creatures. Oké, dus de Mimic die zou... Oh, die is al gedispand. Nevermind. Nou, het makkelijkste wat we kunnen gaan doen is gewoon hier een beetje rond gaan minen en kijken wat we vinden. Oeh, ik hou niet van lava. Even kijken, we hebben hier crystals. Die willen we zoveel mogelijk gaan verzamelen. Daar kunnen we ook leuke dingen mee doen, zoals crystal bullets van maken. En niet alleen... Oh ja, ik was vergeten. Ik heb de lava charm aan, dus ik hoef niet bang te zijn voor de lava hier. Dit gaat handig worden. Nou ja, laten we gewoon de shards volgen. Mochten we dus in een gevaarlijke situatie komen, dan duiken we gewoon nog even de lava in. Dat is wel heel handig. Ik bedoel, dit is dus een van de handige manieren om dus aan Souls of Light te gaan komen. Nou, wat dus heel belangrijk is, wat we willen vinden is zoveel mogelijk Souls of Light, zodat we dus een, Soul of Light Mimic, een Soul of Might Mimic, kom mij nou. Dat we dus een Hallowed Mimic kunnen oproepen. En die willen we zeker eentje oproepen, want die kan dus een heel leuk wapen droppen. Een van de wapens die ik eigenlijk dolgraag wil hebben. Een van mijn lievelingswapens trouwens, zo vroeg in hard mode. Dus, nou ja, op zich zou je nou niet meer denken van, goh, we zitten vroeg in hard mode. Hi. Jullie nou eens allemaal gewoon eventjes in de lava duiken, ja? Jij blijft gewoon daar staan, mooi. Waarom dropt nou niemand meer iets? Hi. Het zou ook fijn zijn als we nou nog wel adamantite tegenkomen. Zo. Volgens mij zit daar nog steeds die... Zit die daar nog steeds? Daar maak ik me eigenlijk wel zorgen over, want Medusa's die zijn heel erg gevaarlijk. Wel grappig hoe dat ze Medusa's eigenlijk nou uit dingen hebben gehaald. Uit normal modus. Ze vonden die een beetje te overpowered voor de normal modus, dus... Die zitten nou alleen nog maar in hard mode. En op zich krijgen we wel een goede amount of Souls of Light binnen. Maar we hebben er echt heel erg veel voor nodig. Dus ik ga hier heel eventjes rond exploren. En maak hier heel eventjes een montage van. Zoals jullie gewend zijn van mij. Nou, gelukkig vinden we hier eventjes wat aan de mijn door. Dat is alleen maar handig. Misschien dat we dadelijk nog zelfs genoeg hebben voor de nieuwe armor. Oké, dat was het creepyste geluid wat ik ooit heb gehoord. Een linker eentje met een soort van bladblazer achter. En die kwam extra... Dat ging wel heel erg luid. Dus sorry. Ik was heel eventjes gestarteld voor een momentje. Maar goed. Ik mij nog heel eventjes verder. Misschien dat ik nog wat meer adamantite kan vinden. Dat zou leuk zijn. Maar natuurlijk zijn we voornamelijk op zoek naar crystal shards. En dus die overheerlijke Souls of Light. Want daar kunnen we echt niet genoeg van hebben. Rod of Discord. Die heb ik nog nooit gevonden. Wat is de Rod of Discord dan? Nou ja, daar kijk ik zo wel eventjes naar. Ik wil eerst eventjes dit hier mijnen. Oh boy. Het is hier best wel druk. Zo, dank jullie wel dat jullie eventjes allemaal opdonderen. Goed. Even de adamantite en teleport you to the position of the mouse. Wacht, wil dat zeggen dat wij dan de jungle temple in kunnen glitchen? Ik bedoel, ik weet dat we daar een dinges voor nodig hebben, zo'n sleutel. Maar volgens mij kunnen we daar dan nou gewoon naar binnen toe glitchen of worden we dan tegengehouden door een force of zo? Huh. Dat is iets wat ik nog nooit heb gehoord om te teleporteren. Kan interessant zijn. Volgens mij kostte dat wel helft om te doen. Tenminste, ik heb het ding over gelezen. Want iemand die zei van ja, de Rod of Discord. Ik weet het niet zeker. Ik heb hem zelf nog nooit gevonden. Dus ik heb er wel van gehoord, maar ik heb hem zelf nooit gevonden. Ik weet nog niet eens welk vijand dat er dropt eigenlijk. Ah, laat ik eens eventjes een beetje research mee doen. Een Lazy Marrow. Ik heb liever dat je Magic Quiver dropt. Daar heb ik veel meer aan. Oh, hoi.
Oh, jeez. Die wil ik zeker neerhalen. Op een veilige manier. Oh jeez. Dit gaat niet veilig. 44 gold. Dat was niet echt de lokale plek waar ik het wou bevechten. Ik ga hopen dat ik mijn goud nog terug kan vinden. Ik ben bang dat mijn coins in de lava zijn gevallen. Ik hou niet van lava. Er waren 44 golden coins. Dat is best wel pijnlijk, want we hadden een coin portal, daar werd je vrolijk van. Nou ja, ik probeer nog een heel klein beetje elementite te vinden en dan gaan we terug, want ja. Het heeft geen nut om hier door te blijven gaan. Oké, blijkbaar was ik door mijn potions heen. Dan we snel terug. Oké, ik ben benieuwd welke loot dat we allemaal wel niet hebben gevonden. Hoeveel elementite hebben we? Hoeveel souls of light hebben we? Vergeet niet, ik heb namelijk ook mijn piggybank bij me gehad, dus ik heb de hele tijd ook mijn piggybank gebruikt. Dus ik ben zeker eens nieuwsgierig. En we hebben dan natuurlijk ook nog onze legendary treasures. Laten we deze heel eventjes hier gaan doen. En dat ik heel eventjes bij health potions. Oh, hi traveling merchant. Eens even kijken. Ik heb nog 5 greater healing potions. Die wil ik zeker eigenlijk wel hebben. Want we gaan dadelijk ook weer iets heel gevaarlijks doen. En oeh, we hebben een armored polish gekregen. Dat is zeker handig. Dat is voor de accessories. Dat is voor deze hier. Even kijken. Waar staat hij hier? Kijk, dan kunnen we mooi daar. En ik herinner me dat we ook de trifle map hebben gevonden. Maar dat was op de andere. Dus eventjes horde mode stuff. Typo! Die mag dan daarbij. We hebben cursed flames. Hartstikke leuk. We hebben pearlstone blocks. Die mogen dan gewoon bij de bouw. Want dat doe ik anders verder toch niks mee. Extra kogeltjes. Een husk. Waar we, dat hoort bij de dice. Die mogen we verkopen. Goed. Ik doe heel eventjes mijn inventory sorteren en ik zie je sorteren en ik zie je in een seconde. Oké, nou, ik heb mijn inventory eventjes gesorteerd. We hebben wel wat gold, maar de meeste zijn we helaas kwijtgeraakt. Even kijken, van de oors, ik zie 64. Ik denk niet dat dit genoeg gaat worden om al voor een frost armor te gaan. Dus ik denk dat we sowieso nog terug moeten. Laten we eens heel eventjes gaan rekenen. Dan wil ik heel eventjes het hard mode oor eventjes bij elkaar hebben. We hebben er nou 43. Volgens mij komen we 2 tekort. Ik denk dat we 2 tekort gaan komen. Eerst even kijken bij de horde mode. Dat wordt gewoon een grap. Gewoon een doorlopen grap. Oké. Verlangs de anvil. Ik wil zeggen, maak het wel even af, hè. Eerst even kijken. Wij hebben nodig 10, 30, 46. Oh, 46 komen we de 3 tekort. Nou, dat komt dan nog wel. Dat doen we dan dadelijk zo snel mogelijk. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk... Dus ik zal deze heel eventjes bij elkaar houden dan. Dat is wel zo makkelijk om deze frostkors hier eventjes bij te leggen. Even kijken. Want volgens mij heb ik ook een heleboel gel. En ik ben helemaal vergeten om langs de traveling merchant te gaan. Stomme, stomme ik. En zo, we hebben bijna gewoon een hele stack... Even zorgen dat dat niet dubbele inventory gaat opnemen, want... Eigenlijk hebben we gel niet meer nodig. Waarom heb ik gel eigenlijk in mijn inventory zitten? Ik bedoel, serieus. Gel die hebben we niet meer nodig. Alles geeft al licht als ik schiet. Goed, maar goed. Eventjes bij de horde mode. Wij hebben in totaal 71 souls of light weten te verzamelen. Goed, ik denk dat het dan tijd is eventjes voor een kleine boss battle. Nou ja, een mini boss battle, zullen we maar zeggen. Dan moet ik heel eventjes naar de kistjes. Eens even kijken. Dan pakken we eventjes 2 kistjes. Dan gaan we er 2 doen. Dat wordt wel zo spannend. Want dit kan nogal gevaarlijk gaan worden wat we nu gaan doen. Als we de Souls of Light bij ons hebben en wij gaan naar onze workbench, dan kunnen wij de Key of Light maken. En daar wil ik er 2 van hebben. Dit wil je doen om een mimic op te roepen. En ik denk dat we wel een goede kans maken op het moment dat we dus op onze veilige battle arena staan. Plus we hebben hier health regen, dus ik denk dat dat hier wel goed gaat komen. Ik zie geen blue candle hier staan. Dus
Misschien dat hij zichzelf nog de lava in gaat gooien. Dat zou ik ook heel erg fijn vinden. Maar ja, aan de andere kant, het is een zwevend ding. Dus ik denk dat ik dat niet ga doen. Laten we er dus gewoon eentje plaatsen. En laten we hem wakker gaan maken. En wil ik mijn buffs? Ik heb goede dinges. Dus ik denk dat mijn buffs niet nodig zijn. Ik wil wel er gelijk regen op hebben. Dankjewel, Vaporeon. Oké, okay, here we go. Oké. Dit is ongeveer een beetje een mini-boss. Dus hij heeft een Kirby-aanval, hij heeft een Reflect-aanval, heel veel aanvallen. Hij heeft een super snelle aanval tot hij in één keer heel erg snel naar je toe kan springen waar je uit voor wil kijken. Hij heeft echt... Dat is een Reflect-aanval waar je dus voor uit wil kijken. Dus hij heeft best wel de gevaarlijkste aanval. En hij heeft... Hoeveel health? 7000 health. Maar ja, hij kan hele leuke wapens droppen, dus daar gaan wij ook voor. Nou, voor zijn Reflect-aanval, kijk, dat is die dash-aanval die hij heeft. Zijn reflectaanval die doet niet zoveel schade, dus daar hoeven we ons niet zo'n zorgen over te maken. Maar het zijn die dash-aanvallen. Als je hem raakt, dat doet zoveel schade. Dus daar wil je echt voor uitkijken. En op het moment... Hier, 118 schade zeg. Oei, oei, oei. Maar op het moment dat je een beetje afstand houdt, dan... Oh, nou doet hij zijn stompaanval weer. Maar als je afstand houdt, dan is hij op zich best wel makkelijk te bevechten. Dus hou gewoon je afstand en dan zou het wel goed moeten komen. Het enige is wanneer... Oh. Ja, joh. Leuk hoor. Heel leuk dat je dat kan. Het enige is, dan is hij ook nog eens een keertje vulnerable. En soms dan hopt hij gewoon heel erg snel. En soms dan doet hij gewoon in één keer een super dash op je af. Oh boy. Oké, nou we hebben hem bijna. Zeg, hier hebben we niet echt onze potions. Oh, dat was gemeen. Hij wordt nu wel heel erg snel. Oh boy. Zitten we nou in de laatste fase van jou of zo? Ah, we hebben de Illuminati, de Illuminant Hawk. Niet het item wat ik wou hebben. Ah, nou ja, in ieder geval, hoe ver gaat deze? Dat wil ik wel eens eventjes zien. Hij gaat niet echt ver. Huh. Tenminste, eens even kijken. We doen heel eventjes de test. Deze die komt net op het randje van de eerste steen daar. Oké. En deze... Komt net zo ver. Iets minder ver. Dus deze is ietsie beter. Dus we hebben variatie gevonden voor onze grappling hook. Yay. We kunnen nu 2 centimeter verder. Het is hier druk beneden. Ah, nou, we zitten in ieder geval op full health. We hebben weer een paar health potions erbij gekregen. Dus, nou, het wordt heel erg druk beneden. Jongens, ik heb jullie een toestemming gegeven hiervoor. Weg. Ga heen. Jij ook. Want wij gaan nog een mimikistje doen. En aan jou heb ik ook helemaal niks gevraagd. Ga weg. Goed. Ga dan toch eens allemaal weg. Ik bedoel, jullie droppen nog niet eens van die goodie bags. Oh ja, eventjes over de goodiebags. Goodiebags die hebben 1 op 80 kans om te droppen. Dus dan zijn jullie daarvan op de hoogte. Ik weet niet of het hoger is op expert mode, maar... Ja. Oké, nou we gaan er gewoon nog eentje even doen. We beginnen weer eventjes met een beetje cheap damage. Vaporeon, raindance erop, want het regent toch al. We doen de sleutel erin. En... maken dat we wegkomen. Oké, nou maar hopen tot we die item gaan krijgen. Hallo. Oh, ik dacht dat je je stompaanval daar zou doen. Jij speelt vals, Mimic. En hij is neer. Waar heeft hij erop? Waar is dat? Weer een dat is wel heel erg cheap. Nou, dan gaan we er gewoon nog eentje doen. Ja, ik maak er al eventjes gewoon een knip van wat we ervan krijgen. Want ja, de hele tijd dezelfde baas over en over te zien. Dat is natuurlijk ook niet leuk voor jullie. Dus ik ga heel eventjes een kistje pakken. En ik ga gewoon hem nog een paar keer neerhalen. Dus kistje! Oké, dat is een nieuw item. De Crystal File Shard. Eigenlijk een soort van upgrade op de File Torn, maar niet echt zo sterk. Waar hebben we hem? Hier. Maar ja, hij gaat wel door muren heen en dat kan handig zijn. Dus, en hij heeft piercing damage. Maar ook weer niet de item die we zoeken. Oh, come on! Gewoon heel erg vuil. Oh, volgens mij kan ik er niet meer eentje maken. Oh, ik moet weer gaan farmen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ah, dat is het nadeel van die Hello Mimics. Oh, verschrikkelijk dit.
Nou ja, het is in ieder geval tijd voor de Wall of Awesome Comments. Laten we er gewoon nog een leuk einde van maken. En jee, in ieder geval ben ik niet mijn gold kwijt. Nou ja, de helft van mijn gold ben ik kwijt. Joepie. Het is tijd voor de Wall of Awesome Comments. Laten we dat gewoon maar gaan doen. Jee. Oké, dus van... Even edit, voordat ik dat weer vergeet. Van aflevering nummer 19, als ik me niet vergis. Eventjes kijken. Ja, voor aflevering nummer 19 is geworden... Mr. Charizard. En die had geschreven... Eevee, jij moet vragen nemen voor Steve. Alleen jij kan dat. Vraagteken. Hoezo vraagteken? Oh nee, dat doet mijn save dinges... als ik comments opsla op kladblok, dan doet hij dat automatisch. Eventjes dat vraagteken even weghalen. Alleen jij kan dat. Save, hoppakee. Ik denk dat hij nou, met zoveel vraagtekens niet is. Maar goed. Mr. Charizard, Eevee en mij hebben zeker vragen. We hebben Tinker de Wall of Flash verslagen. En hey, Steve is weer terug. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Dus bedankt voor jezelf en je awesome comments. En welkom natuurlijk in het huisje van de awesome comments. Heb je nou zelf ook een leukste comment? Of een leuke reactie van deze aflevering? Laat het natuurlijk in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter natuurlijk. Als je daar de tijd voor hebt. En ik ga als een gek weer Soul of Light farmen. Dus ik dank jullie voor het kijken. En ik wens jullie nog een hele fijne dag. En ik hoop jullie allemaal weer te zien bij de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!